Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking, dat hoort bij een stormdepressie die over de Noordzee trekt. Vanochtend hebben we te maken met van tijd tot tijd regen, maar tegen de middag trekt er waarschijnlijk een actieve buienlijn over het land met daarbij kans op onweer en ook zware windstoten. Daarna klaart het soms wat op, maar we trekken ook nog steeds een paar buien over het land, mogelijk met onweer en hagel. De wind is eerst zuidwestelijk en matig en zeekrachtig, wind of hard, windkracht 4 tot 7. Maar draait in de middag naar het noordwesten en gaat dan nog verder toenemen. Het wordt dan stormachtig langs de kust en later op de avond gaat het zelfs enige tijd stormen in het noordwestelijk kustgebied windkracht 9. Vanmiddag is het een graad of 14, vanavond een graad of 9. Morgenochtend in eerste instantie ook nog een stormachtige wind, of zelfs nog even stormen in het Waddengebied. Later neemt de wind af, door 10 tot 12 graden met verder wolken, zon en een paar buien, mogelijk ook nog met onweer. Donderdag, vrijdag en zaterdag blijft het weer weer: veel bewolking, soms wat zon. De middagtemperatuur ligt op donderdag rond de 12 graden, maar neemt daarna langzaam iets toe en stijgt naar ongeveer 14 tot 16 graden op de zaterdag. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.